En deze hebben we gegoogeld. En deze hadden we eigenlijk nog niet gezien op Google. De bestelling is gedaan en dit is echt wel een tip. Wij gaan de tent hier sluiten. Er komen er gewoon twee danseressen. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En naar onze... we zijn nog op zoektochten bezig. Wat een gekke zin. Wij zijn nog steeds aan het zoeken voor een goede churreria in Michas Fangirola in de buurt van ons huis. En deze hebben we gegoogeld. Deze hadden we eigenlijk nog niet gezien op Google. Maar hij is wel heel mooi. En we zijn een straatje ingereden waar we nooit eerder geweest waren. En hier gaan we gewoon even proberen. Oh ja, het is echt. Ja, je moet echt zo naar binnen. Het is echt een hele mooie zaak. Kijk, zie je hoe leuk voor de kinderen. Ja. Hoe bij je school volgens mij? Ik weet niet, ik ken je fietsen, steppen. Dat is leuk. Dat is leuk. Ja, gewoon een keer de steppies meenemen. Ik dacht dat we laten filmen waren. Vond je dit een steppie? Ja. Zo dan. Hier, kijk hier. Hoe leuk. Hier kan je steppen op die wegen hier. Is het ook nog een cerveceria? Leuk hè? Oké, jongens, ik kan echt niet. Nee, jij wel. Ja? Ik heb hem. Oh, jij wel. Jij kan wel voetballen. Ik had gisteren in de avond 2 keer gevoetbald van mijn jongens hebben. De bestelling is gedaan en dit is echt wel een tip. En niemand doet het, ik krijg het elke keer te horen van de Spanjaarden. Kijk, hier heet het T-ringels. Niet te veel naar mijn T-ring. T-ringen in T-ringels. T-ringels. En ik zet dat dan in mijn mobiel. En daar staat nog meer hier: Slowboat Migas. Kijk, dat zijn de nummertjes van de Chinees. Cordobesa, dat is de churreria waar wij altijd naartoe gaan in Estepona. Die heb ik allemaal in mijn telefoon staan en zo weet ik wat we besteld hebben. En dan geef ik het mobieltje, dan gaat het nooit fout. Dus dat is echt de tip van de dag. Hebben we drinken wel bij? Ja, drinken. Voor jou iced tea. Ze hebben hier toch wel een modernere kaart. En toch ook nog echt prijzen dat jij denkt van, hoe dan? Hoe kunnen ze het? Nee, het is helemaal niks. We gaan het zo zien natuurlijk wat we krijgen. Het lijkt meer, in plaats van die andere waar wij komen, het is echt een authentiek Spaans. Ja. Dit lijkt dan meer op een fast food keten, zeg maar. Ja, het ziet er gewoon heel leuk uit. Het kan wel van die reclames en zo. Er zijn ook gewoon 6 of 7 vestigingen. Oh, er zijn er meer? Ja. Oh, oké. Ja, dat wist ik ook. Ja, Junior die zal buiten spelen. Nou, deze churreria, de kaart is echt heel leuk. Je kan ook gewoon 4 soorten sausjes bestellen. Witte chocola, denk ik. En, echt heel grappig. Nutella, karamel. Ja, sorry. Kijk hier, dat zit gelijk allemaal hier een foto te maken. Hey. Het zijn hele andere churros dan wij gewend zijn, want het zijn niet van het karrewiel, maar zo. Nou, gaan we een taste test doen? Ja? 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 Ja, doe maar een taste test. Oh, mooi. Die duurt lang. We zijn net iets te... Iets zachter, hè? Niet krokant. Iets te dun. Nee, ja, iets te dun. Oh, omdat het er nu pas was? Ja. Het is er echt nog maar net één seconde. Dus we moeten even goed roeren. Heel lekker. De stroop. Karamel komt er. Ja. Oh, dat vind ik wel lekker. Witte chocola. Wij gaan de tent hier sluiten. Want het is afgelopen. 1 uur gaat het ding. En het is rond 12 uur denk ik. En je ziet echt dat er niemand meer zit. Dus bij de recensie stond er. Ja, we kwamen 10 voor 1 binnen en toen kregen we niks. Ja, daar is het ging tot 1 uur open. Dan, dat is op zich in principe logisch. Oh, de tas valt. Maar ze zijn hier lekker aan het opruimen en hard aan het weg. Het was... Op een schaal van 1 tot 10 was dit een 8. En dan vind ik die en dingen een 9 in Estepona. Nee, ze allebei een 8. Ja? Nee, ik vind Estepona, die broodjes daar. En de Spaanse sfeer. Vind ik die daar echt... broodjes daar
maar we zijn wel lekker voor jullie. Deze keer is wel heel leuk dat je die sausjes erbij krijgt. Junior. Ik heb eigenlijk 3 accounts van Brawl Stars. 1 voor mama telefoon, 1 voor mijn nieuwe en 1 voor mijn oude. 3 accounts gewoon. En hoeveel accounts heb jij, Madeline? 2. 1. Floor, hoeveel accounts heb jij van Brawl staan? Maar ik heb er gewoon. Weet je hoeveel ik er heb? 0. Hoe raden jullie dat gelijk goed? Ik heb er 2. Jij hebt een andere account. Ik heb er 2 op 1 telefoon. Wat voor accounts heb ik dan? Papa, je hebt er wel 1. Rabobank. Ook 2 verschillende. Jij hebt wel een account. Crypto. Oh, Blocks en Papa? Ja. Jij hebt wel een account. Want je weet toch wel dat je pas geleden e-mail moest doen. Dat was voor dit spelletje dat ik een account kon maken op jouw e-mail. Dus oh. Mag ik even op je telefoon? Nee. Als je 10 bent, krijg je telefoon. Maar dan ben ik brood. Dus het duurt nog heel lang. Hoe lang nog? We zijn uit eten. En we zijn een beetje luxe uit eten. Dus de kinderen die vroegen al, mogen wij een mocktail? Nou ja, ze hebben dus allemaal een mocktail. Weet jullie mocktail? Weet je het ook? Ananas of zo. Wauw. Ja, zo. Met ananassap en koude lemonade. En we hebben zo'n schaaltje gehad met allemaal van die sausjes. Deze chips. Maar ik ben fan van de Moscow Mule. Ik neem eigenlijk nooit een cocktail, maar die vind ik wel lekker. Het is meer gember en wodka. Er zit altijd in zo'n Moscow Mule glas. Ja, het is wel een grote, ja. Ja. En we wilden even zo'n proost dingetje doen. Een boemerang. Dus Junior ook meedoen. Jullie hebben eigenlijk al te veel op, hè, van de cocktail. Is die lekker? Ietsje. Is die lekker? Ja. Ja. Nou, we gaan nou een boemerang maken. En met 6 man even kijken hoe dat dan gaat lukken. Moeten we daar, mama heeft de leiding over de boemerang. Dan moet je de plaats bij elkaar. Jullie gaan ook met boemerangen? Ja, boemerang. Ja, dat is wel leuk. Kom, ook meedoen. Ja, dat is leuk. Hé, dat vind ik ook zo. Maar dan moet jij de boemerang maken. Kom, dan komen er gewoon 2 dansen. We zijn nog even over de boulevard. We gaan even een drankje doen bij Café de Buurman. Een Nederlandse tentje hier zo. Eigenlijk wel heel erg dat we dat gaan doen. Want dan ben je echt zo'n Nederlander in Spanje. Het is eigenlijk wel heel erg, hè, dat we nou bij zo'n Nederlandse tentje dan nog een drankje gaan doen. Junior. Ja, kermis open. Ik moet niet naar de kermis. Ja. Ja! Dat is, die is speciaal voor de papa's en mama's, die kermis. Ja, jawel. Dat de kinderen dan gelukkig zijn en daar naartoe gaan. We hadden net iets heel leuk spelletje, hadden we net in het restaurant, maar de muziek stond te hard daarvoor om het even te filmen. Kunnen jullie zo lopen? Is goed. We hadden een soort hints gedaan en Junior kon het heel goed. Ja.
Ja, daar heb ik gefilmd. Met deze vuur. Die mevrouwen met vuur. Maar ze deden ook met die mars met een steen op elkaar met die ringen. En toen deze ook zo met elkaar uitlaten. Ja. Dat is grappig. Ja. Maar diegene kwam dichtbij bij mij, dus ik ging een beetje naar mama toe. Je vond het een beetje eng. Doe eens een hints voor mij. Doe er eens één. Boven zit maar iets. Doe er even eentje, moet ik raden. Doe maar iets. We hebben net ook deze. Ja? Superman. Spiderman. Eén van Sonic's vrienden. Ja, die ken ik niet, Sonic's. Weet je wie het was? Nee. De gouden Sonic. Ja, die ken ik niet. Nou, andere. Iets wat ik ook weet. Schieten. Geweer. Weet je wat het was? Nee. Oorlog. Oh, oorlog. Dat is niet zo leuk, hè, oorlog. We zijn weer thuis. En Wat zei jij? Papa heeft de sleutel. Papa, pas op, want je de sleutelbos. Pas op voor het touwtje. Louie, ja, dat kan. Kom maar, Junior die heeft tegenwoordig dat hij alle sleutels om wil draaien. Nou, dat bent nog wel. Als je ouder bent, ben je er niks meer aan. Zal ik even shinen? Ja, het buitenlampje staat uit. Het is naast die zwakke. Ja, maar die moet ook uit, want daar word ik straks zwak van. Papa. Ja, mannen. Wil jij Luigi zijn? Nee, ik wil geen Luigi zijn. Ik ben bij jou namelijk al. Nee, het is de andere. Het is de andere. De sleutel naast de zwarte sleutel is het. Nee. Soms moeten we wel eens geduld hebben in het leven. En dat is op dit moment. En dat is op dit moment. Ja. Maar guys, over... Ja? Ja? Over de podcast. Dat al lang aan. Zet in de reacties als jullie dan willen. Papa. Oh, papa, wij samen in een... De podcast. De podcast. Ja. De herriemakers. Heel veel leuke reacties hebben we erop gehad op die vlog. Podcast De Rustnemers. Ik zal hem met Floor ook eens doen. Dat is een beetje meer aan het puberen. Dus ja, het leven in Spanje is later dan... Dus het is al heel laat, het is al 10:30. Dat betekent? Ik heb het perfect. Good night, my lover. Oh, leuk. Good night, my friend. Ik wil nog even de lampen gaan verdelen op de kamers. Oh, gaat. Kijk jij dat maar lekker. Lampen? Zijn er lampen? Ja, hij is nog een beetje open. Oké, okay, dus... Junior zoekt het slot uit. Sophie, ik ga Filipje opzoeken. En jullie kunnen lekker gaan slapen. Yeah. Dus dit was een dagje Thank uit ons all leven. For watching our video. See you tomorrow at 4 o'clock in the afternoon. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe and like the video. And see you later, alligators. Bye bye. Bye.